We gaan verder met ons journaal. We gaan namelijk nog eens kijken naar in vogelvlucht hoogtepunten uit het jaar 1997. Ik stel voor dat we even, Jos, jouw vrouw heeft wat opnames gemaakt tijdens de Elfstedentocht van jou. Ja. En jij bent met licht gestart. We kijken dadelijk naar opnames van onder het Slotermeer. Ik zou jou willen vragen, geef er maar wat commentaar bij. We beginnen met beelden, als de regie die band kan starten. We beginnen met beelden op het Slotermeer, denk ik. Ja. Ja. Geef er maar eens commentaar bij. Nou, hier, daar heb jij s'nachts gereden, Arno? Ja, daar heb ik s'nachts. Nou, hier, dit stukje Slotermeer, dit beeld vind ik, zeker als je het geluid erbij hoort, dan hoor je de storm. Maar je hebt hier probeert de camera stil te houden, maar dat lukt dus absoluut niet zoals je ziet. Zo'n verschrikkelijke wind staat daar. En dat is de wind die je daar op Slotermeer mee hebt. En iedereen die voelt zijn eigen natuurlijk daar een held, want ja, als je de schaatsen naast elkaar zet en je doet die jas open, dan word je met 30 km per uur over het Slotermeer geblazen. Dat is makkelijk zo. Je vertelde net, je bent nog ingehaald door een plastic bekertje. Ja. Dat waren er nog harder dan jij. Ja, maar andere mensen vonden dat wel interessant, maar ik kreeg eigenlijk alleen maar meer schrik van wat me te wachten stond. Want ik wist natuurlijk dat het 120 km ploeteren zou worden. Dit is, Jos, waar zitten we nu? In? We zitten nu in Balk. In Balk, ja. En daar zijn ze in afwachting van ons. Maar daar hebben ze zo verschrikkelijk veel kou geleden. Ja, dat kan je nergens aan zien. Dus aan die mensen die naast de kant kun je zien, die staan allemaal te springen. Ja. Maar dat doen ze echt niet van hun honger. Van de opwinding. Ja. Echt van de kou. Is dat echt van de kou, ja. Het is een snijende kou en die staat dan net in de fuik van het Slotermeer daar. Ja. Je komt daar nog heel even in beeld, hè? Ja. Kreeg dan wat koek en zoopie. Karel van Remunt en Mariette die waren niet in de intentie om mij de hele dag te begeleiden, maar zagen aan mijn stemming en humeur wel dat het... Mariette is jouw vrouw en Karel van Remunt is de verzorger. Ja, hier staan ze. Ah, hier, ja. Maar hier nog een hele goede moed. Met het gele jas aan, hè? Daar ben jij. Ja. Ja. Van onze nieuwe prins. Maar nog steeds is hij geen prins. Een prins zonder wietstok, dat is zo'n ding. Hij heeft een hele mooie. Hij blinkt nog. Zo gauw als de wietstok overhandigd is, is hij officieel prins van Keijenspelversdorp. Jochem, bij deze overhandig ik jou de wietstok. En ben jij prins 1997. Thank you.
beroemde pandje. Wat een enig pandje is dit. Ik ken het alleen maar van de buitenkant. Maar van binnen is het open niet. Nou, ik stel maar zo, hè, dat de sfeer waarin je moet werken optimaal moet zijn om goed te kunnen functioneren. Hè? En onder die sfeer valt ook het interieur. U wat tegen me zei, hoe kom ik op zijn gek gedachten? Lorentje, niet zo brutaal. Zeg, Wanders. Ja, je hebt toch tegen mij gezegd dat hij bij het lijk moest blijven beneden in de tuin, hè? Tuurlijk, inspecteur. En mijn brieven bij een mooie meid, zei hij. Want ik wil jou als ouder om te huilen. En jou haar zo in te stralen. Maar alles wat ik nu lijkt zo wel en zo ver weg van mij. Ja, alles wat ik nu lijkt zo wel en zwaai geleiden. En dan ben ik erover uitgeloopt, maar nou gaat het gebeuren, hè. Dat is het snijden van brood, het snijden van kaas en belangrijk de jeur.
wil ik graag onze Nederlandse kampioenen naar voren hebben. Kennen jullie het nog? Tim Onstoop, Niels van Niersel, Pieter Jan Stoop, Katelijn van de Stoppen. We zitten nog steeds in het feestgedruis van de Hoogakker en naast mij zitten twee Nederlandse kampioenen. Om te beginnen, Katrien van Goetem, die zit daar, die hebben we net nog niet in beeld gehad, maar ze is echt Nederlandse kampioene geworden. En daarnaast zit met een grote medaille, laten we eens even kijken, Carlijn. Dames en heren, we zijn aan het eind gekomen van deze toch redelijk lange uitzending. Een uur en 50 minuten. Dat hebben we toch goed volgehouden. Wij hopen van de Holst dat u genoten heeft. Als ik de wens van de heren die hier aan tafel zitten, het panel, mag samenvatten, dan wordt er gezegd van mensen uit de verschillende kernen, uit de verschillende dorpen van de gemeente Haren, zorg nou in 1998 dat door je eigen initiatief de eigenheid van elke kern bewaard blijft. Wij van de Holst, alle medewerkers die hier zijn, de regie, het geluid, de presentatie, de technici, de catering, de mensen die hier de inrichting verzorgd hebben. Bovendien, alle aanwezigen hier, hartelijk dank voor uw ondersteuning voor deze uitzending. De HOS wenst u in ieder geval een zeer gezond en goed 1998. Voordat ik nog even het laatste woord geef aan de panelleden, wou ik toch nog even de aandacht vestigen op onze komende uitzending. Op 4 januari... dan herhalen wij deze uitzending. En voordat die uitzending begint, die begint om 5 uur op 4 januari, sorry, om 4:15 kunt u gaan kijken naar een kerstspecial uit Schijndel. Daar hebben wij verschillende liedjes uitgenomen en hier ten gehoor gebracht. U kunt gaan kijken op 4 januari naar de kerstspecial. Voordat de herhaling van deze uitzending begint, onze volgende Praatcafé-uitzending, de eerste in het nieuwe jaar, is op donderdagavond 29 januari te 7:30. Ik wens u nogmaals een gezond en wel 1998. Heren, hebt u er nog iets aan toe te voegen? Op de glimlach van Brabant. Op dorp Helvoort. De tuin van Brabant, Haren. Op het dorp apart, bis morgen. Proost. Gezondheid. Proost. Gezondheid. Proost.